Wow, dames en heren, goedenavond. Ik moet even meteen iets adresseren hier vanavond. Deze talkshow is heel uniek. Ik denk dat het nergens anders in Europa of misschien wel de rest van de wereld op tv zou kunnen. Het is natuurlijk, de media wordt gedomineerd door radicaal links. En die willen dit soort talkshows niet hebben, waar je iets meer een open mind hebt en waar je een ander geluid hoort. En ik heb daarom ook echt een unicum vanavond. Er is geen talkshow ter wereld waar er iemand in het publiek zit en gewoon toegelaten wordt met een Make America Great pet. Dit is echt ongelofelijk. En je bent welkom, want vrijheid van meningsuiting is het allerbelangrijkste voor ons hier. Toch waar of niet? We willen alle geluiden horen, of je nou links, rechts, midden, het maakt niet uit. En ook een Make America Great pet, maar ik zweer je, je komt zelfs in New York, kom je sommige restaurants niet binnen, hè, met dat ding. Heel grappig, je bent meer dan welkom hier. Maar het is ook wel leuk voor de balans dat de vrouw die naast je zit een Hillary Clinton masker opgezet heeft. Dat is echt... Of bent u gewoon dronken, mevrouw? Nee, welkom allemaal, dames en heren, welkom.